Dames en heren van de klas van 99, gebruik zonnemelk. Als ik jullie één tip voor de toekomst mag geven, dan is het deze. Zonnemelk. Zonnemelk werkt echt, dat is wetenschappelijk bewezen. Ik heb nog meer tips, maar die zijn persoonlijk. Ik haal ze gewoon uit mijn eigen leven, vol kronkelwegen. Dit is mijn advies. Geniet van de kracht en schoonheid van je jeugd. Hoewel, laat maar zitten. Je zal de kracht en schoonheid van je jeugd pas begrijpen als het te laat is. Maar geloof me, over 20 jaar zal je oude foto's bekijken en beseffen wat je nu niet begrijpt. Dat alle wegen open lagen en dat je er fantastisch uitzag. Je bent minder dik dan je denkt. Pieker niet over de toekomst. Of toch wel. Maar weet dat piekeren ongeveer even nuttig is als vraagstukken proberen op te lossen door kauwgom te kauwen. Je echte problemen zullen zaken zijn waarover je nooit hebt gepiekerd. Problemen die je op een lege dinsdagmiddag om 4 uur te pas afsnijden. Doe elke dag iets waarvoor je bang bent. Zing. Speel geen spelletjes met andermans hart. Duld niet dat een ander met het jouwe speelt. Flas. Verkwist geen tijd met afgunst. Soms rij op kop, soms aan de staart. De rit duurt lang. En uiteindelijk rij je alleen tegen jezelf. Krijg je complimentjes. Prent ze in je geheugen. Vergeet de beledigingen. Als je dat kan, kom vertellen hoe je het doet. Bewaar oude liefdesbrieven. Gooi je rekeninguitreksels weg. Stretch. Voel je niet schuldig als je niet weet wat je met je leven moet doen. De interessantste mensen die ik ken wisten het op hun 22e ook niet. Sommige van de boeiendste 40ers die ik ken weten het nog steeds niet. Zorg dat je genoeg calcium binnenkrijgt. Wees lief voor je knieën. Je zal ze missen als ze het begeven. Misschien zal je trouwen, misschien ook niet. Misschien krijg je kinderen, misschien ook niet. Misschien ben je op je 40ste gescheiden. Misschien dans je zelf nog de openingsdans op je 75ste huwelijksverjaardag. Wat je ook doet, feliciteer jezelf niet te vaak. Lees jezelf even minder les. Als je een keuze maakt, heb je 50% kans dat het de juiste is. Dat geldt voor iedereen. Geniet van je lichaam. Gebruik het waar en hoe je maar kan. Wees niet bang van je lichaam. Je zal nooit een mooier instrument bezitten. Dans. Zelfs al is het maar in je woonkamer. Lees de gebruiksaanwijzing, zelfs al volg je ze niet. Lees geen tijdschriften met schoonheidstips. Ze geven je alleen maar het gevoel dat je lelijk bent. Leer je ouders kennen. Je verliest ze, altijd onverwacht. Wees lief voor je broers en zussen. Ze zijn je band met het verleden en blijven waarschijnlijk in je buurt. Aanvaard dat vrienden komen en gaan, maar blijf trouw aan de vrienden die je dierbaarst zijn. Doe je best om bruggen te slaan. Hoe ouder je wordt, hoe meer je nood hebt aan mensen die je gekend hebben toen je jong was. Woon 1 keer in Brussel, maar verhuis voor de stad je hart maakt. Woon 1 keer in Wakkerzeel, maar verhuis voor het platteland je soft maakt. Reis. Aanvaard een paar eeuwige waarheden. Prijzen zullen blijven stijgen. Politici blijven corrupt. Je zal ook ouder worden. En als je oud wordt, zal je fantaseren over de tijd toen je nog jong was. De prijzen redelijk waren. En de politici integer. En kinderen respect hadden voor wie ouder was. Respecteer degene die ouder zijn. Verwacht niet dat iemand voor je zal zorgen. Misschien leef je van een erfenis. Misschien trouw je rijk. Maar weet dat in beide gevallen de kraan kan dichtgaan. Pleeg geen aanslagen op je haar. Of het zal er 85 uitzien als jij er 40 bent. Wees voorzichtig met andermans advies. Maar geduldig met mensen die advies geven. Advies is een vorm van nostalgie. Advies geven is een manier om het verleden uit de vuilnisbak te halen. Het op te poetsen, de lelijke delen bij te kleuren. En er meer uit te halen dan erin zat. Maar geloof me,
wat die zonnemelk betreft.